Shinky Knecht vertrekt met liefst vijf gouden medailles van de x short -trek in Dresden. Maar de 28-jarige Nederlander verwacht dat hij over een paar weken bij de Olympische Winterspelen in P.J. nog beter in vorm zal zijn. Mijn prestaties bij deze ex zijn een bevestiging dat alles goed zit richting de Spelen. Maar ik hoop dat ik in P.J. nog wat sterker zal zijn. Aldus Knecht zondag voor de camera van de Noos. Ik voelde dit weekend wel de vermoeidheid van een zwaar toernooi. Waardoor ik in sommige races wat foutjes heb gemaakt. Er kunnen dus nog wel een paar schepjes bovenop. Knecht was ondanks die foutjes oppermachtig in Dresden. Zaterdag pakte hij goud op de 1500 en 500 meter en zondag kwam daar een zeeg op de 1000 meter bij. In de eindstrijd op de kilometer maakte de Fries veel indruk met de manier waarop hij buitenom zijn grote concurrent Semion Elistratov inhaalde. De finale van de 1000 meter was perfect, zei Knecht. In de kwart en halve finale ging het nog niet helemaal lekker. Maar in de finale ging alles goed. De afgelopen vier jaar heb ik eigenlijk weinig goede duizend meters gereden. Dus ik ben blij dat dat vandaag wel gelukt is. Knecht was voor de 3000 meter superfinale al zeker van zijn derde Europese titel, waardoor zijn vijfde plaats op het slotonderdeel van het individuele toernooi alleen voor de statistieken was. De schicht van Bantega leidde vervolgens de Nederlandse ploeg met een fraaie inhalactie in de slotfase van de Relaan nog wel naar de derde Europese titel oprij. Zijn vijfde eckhout van het weekend. Alles pakte perfect uit vandaag. Ik hoop dat de concurrentie zich doodgeschrokken is, zei Knecht met een grote glimlach. De focus gaat vanaf nu echt volledig op de Spelen. Knecht hoopt volgende maand in PJ de eerste Nederlandse Olympisch kampioen in het shorttrack te worden. Hij werd in 2014 in Sochi de eerste Nederlandse Olympische medaillewinnaar in het shorttrack met een bronzen plak op de 1000 meter. De winterspelen in Zuid-Korea beginnen op 9 februari en duren tot en met 25 februari.